Nou, goedemiddag Sharon, fijn dat je bent gekomen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, gaat eigenlijk alles goed? Ja, alles gaat goed. Oké, dus je misschien iets drinken? Nee, dankjewel. Ik heb net nog iets drinken. Nou, vandaag is je eerste functioneringsgesprek. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. Nou, de onderwerpen die ik in ieder geval met je wil bespreken zijn samenwerking met je collega's, samenwerking met de klant en over je adviseringen die je geeft. Vind je zelf nog onderwerpen die aan bod moeten komen maken? Ja, ik heb nog wel één onderwerp. Ik werk nu inmiddels 6 jaar bij Move TV. En als consultant vind ik het erg leuk om met de individuen te werken. Dan zou ik me hier graag wel verder willen specialiseren. Oké, en waarin zijn je al verder willen specialiseren? Kun je dat verder toelichten? Ja, ik werk nu vooral met de zwaar lijdende mensen. Dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Oké, dan zou je verder willen specialiseren. Heeft dan ook een opleiding of een cursus? Ja, dat lijkt me erg leuk. Oké. Dat is voor mij in ieder geval duidelijk. Nou, wat ik in ieder geval eerst wil met je wil bespreken en samenwerken met je collega's gaat hartstikke goed. Je neemt heel initiatief. En ja, dat blijkt me ook alweer dat je ook weer... Jezelf verder laten ontwikkelen. Je bent ook goed in het binnenhalen van nieuwe opdrachten, zowel bij je bestaande of bij je nieuwe klanten. En je collega's zijn er ook heel erg tevreden over. Nou, over je samenwerking met de klanten, dat gaat ook gewoon hartstikke goed. Je kan hartstikke goed één op één werken samen met de klant en dan gaat ook de bedragsverhandelingen kun je goed bewerkstelligen. Nou, waar ik in mijn minder goed gaat, is dat je minder goed bent in het schriftelijk adviseren naar de klanten. Dat gaat ook niet voornamelijk met dat je rapporten moet schrijven, met de deadline vooruit schrijft en dat je dan schuift en dat je niet altijd de deadline haalt. Je komt zelfs tijd op. En ik zie ook af en toe zoekend achter de computer zitten en ik denk van begrijp ze wel allemaal hoe de computer werkt of waar ze mee bezig is. En de collega's moeten ook vaak de rapporten aanpassen, want het is dan technisch niet zo sterk. Ik weet niet of je zelf ook van zo stemt, of hoe je het tegenover staat. Ja, dat klopt. Schrijven is nou helemaal niet mijn hobby. En eerlijk gezegd ben ik daar ook niet zo heel goed in. Gelukkig is er ook altijd een collega in de buurt die het graag eventjes voor me nakijkt. Oké. Nou, in ieder geval kan voor je wel in de cursus rekenen omgaan met de computer, dat je in ieder geval minder moeite meer. Ik weet niet of je dat lijkt. Dat lijkt me wel fijn. Leer ik dan ook iets meer met hoe ik beter kan schrijven of zit dat? Ja, daar kunnen we wel een aparte cursus voor inplannen, dat we jouw taal en schrijfvaardigheden kunnen verbeteren. Dat is misschien wel handig, vooral als we verder willen specialiseren. Ja. Dat is wel heel erg belangrijk. En over de deadlines van het schrijven, ik denk dat we daar niet een cursus moeten inplannen, maar ik denk dat je wel met collega's mee gaat kijken en ook met vragen van hoe zij dat nou doen, dat je een keer meekijkt van hoe zij nou hun tijdsplan maken of dat in bijhouden in hun agenda. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan eerst even met hun meekijkt voordat we verder. Ja, misschien wel als mijn schrijfvaardigheid verbeterd dat het automatisch wel meegaat omdat ik het nou niet leuk vind om te doen. Ja. Probeer ik het ook. Nou, ik stel voor dat we over 2 weken een afspraak maken met jou en Anne. Die zijn ze hartstikke goed in het plannen en organiseren van hun werkzaamheden. Ik denk dat ze jou hartstikke goed bij kan brengen. Hou je op de mail even over van welke dag het over 2 weken zal zijn. Ik ga informeren over de cursus met omgang met taal en schrijfvaardigheden. Misschien dat er meerdere collega's zijn die hier aan deel willen nemen. Nou, we draaien het verhaal, het is vaak een cursus van 2 keer per maand, 1 keer per maand zo'n opleiding. Dan kunnen we inderdaad gaan kijken of de opleiding aansluit bij jouw interesse die je niet hebt. Zodat je in ieder geval je verder kunt specialiseren. Want het lijkt me hartstikke goed als jij jezelf verder gaat ontwikkelen, want natuurlijk hartstikke goed je werk. Ja, dat is goed om te horen. Ja, nou, dan plan ik in ieder geval wat de vervolgafspraak in, dan we verder kunnen evalueren hoe het gaat. Zullen we dat over 2 maanden doen, zodat als de cursus ongeveer aan het begin zijn? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Oké, hoe vond je verder het gesprek? Ja, ik vond het een fijn gesprek. Fijn dat je ook met me meedenkt voor eventuele oplossingen. Oké, nou wil ik je hartstikke bedanken. Ja, dankjewel.